Hey mensen, je kijkt naar Spoelie 16.11 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag weer tijd voor eFootball. Het is natuurlijk de eFootball Week Refresh. Er is één game die ik doe buiten de livestreams om. En dat is eFootball, want dat is een beetje mijn daily driver ertussendoor. Als ik echt even een zen momentje voor mezelf heb, maar ik wil wel een leuke videogame spelen, dan is dat voetballen voor mij, eFootball. De bread and butter. Maar die wil ik natuurlijk niet elke dag gaan livestreamen. Maar donderdag is er altijd een week refresh. En dan is er shit toegevoegd, refreshed wat betreft content. En dan gaan wij daar altijd even langs. En gaan we alles even bekijken. Vandaag eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik heb wel eigenlijk al de meeste shit hero gedaan. Ik heb de Play of the Week. Mijn free pack heb ik geopend al. We hebben al geprobeerd de epics te halen. En in een big turn-off events hebben we ze alle drie al kunnen halen. Ik doe tegenwoordig helemaal niet zoveel meer. Dat deden we wel heel erg, maar we hebben dit niet per se nodig. Maar we wouden voor Neymar gaan. We hebben Neymar, maar we hebben ook Romario. En we hebben de Nielson. We hebben van de Italische pack van maandag hadden we ook al geluk. Want daar had ik helemaal bijna niks geopend. Daar zaten we volgens mij 21 packs diep en daar hadden we 2. Van de 3. Ik heb geen Diego Milito, maar ik wou ook niet per se verder, want überhaupt, ik wil niet per se verder. Wij gaan die spelers wel uitproberen. We gaan ze voor het eerst even goed spelen, alhoewel ik Del Piero dus wel wat heb geprobeerd. Ik had ook die Ever, die Braziliaan. Maar Neymar, Romario en de Nielson, mogelijk komen ze allemaal aan bod. In ieder geval Romario en Neymar voor nu. Play of the Week is eigenlijk te simpel, want for some reason droppen ze dan zulke epische meta-spelers waar je echt goed mee kan spelen. Voor de echt hoogste rankings zijn dat meta-spelers. Maar voor bijvoorbeeld mensen, ja, sommige mensen is het niet hun stijl of wat dan ook. En daar heeft het ook natuurlijk mee te maken. Als je niet competitief wil spelen, dan kan je gewoon lekker spelers op je stijl spelen. Maar kijk je naar die meta of naar iets speciaals, dan is er eigenlijk weinig speciaals. Want we hebben Merkan. En Merkan is een te slome aanvallende fullback die eigenlijk middenvelder was. We hebben een slechte keeper, ook 4 sterren. We hebben een 4 sterren Sergi Altimira. En deze Sergi Altimira is een te slome box-to-box. We hebben Koken en ook dat is een te slome box-to-box speler. Dan hebben we Steven Berghuis. En dat is misschien nog wel grappig als je een Nederlander bent. Hij komt natuurlijk van Ajax, maar is ook nog eens Nederlands. En hij is een holplayer. Dat is nog wel grappig natuurlijk. Een rechte middenvelder die als holplayer fungeert. Die ook centraal aanvallend en ook schaduwspits kan spelen. Heeft nog best oké finishing. Doe overal plus 2. En je hebt zelfs ook 70 plus jumping, 70 plus fysieke en zo. Dus Berghuis misschien nog wel grappig. Pavard is de eerste booster CB. En dat is een extra frontman. En de booster, ja, als hij in A-vorm is, dan is hij wel oké. Maar het is niet de beste Pavard. Ook niet met de booster. Dus dat is ook een nadeel. Dan hebben we Surlot. En misschien is dat wel de enige interessante. De man is 1,95. Best wel snel. Hoge looppas ook. Dus hij kan ook goed meepassen. Heeft geen... hij heeft true passing. Dus hij zou het balletje er zo tussendoor kunnen doen. Niet one touch pass, though. Met 90 finishing dus dan uiteindelijk. En 87 topspeed. En ook 84 jumping als hij in vorm is. Met 93 fysiek. Terwijl hij ook nog eens aerial superiority heeft. Ja, Surlot wel grappig. Ik denk dat dat de one is. De Ketelaar is een holeplayer. Schaduwspits. Voor een Belg is dat natuurlijk leuk om te packen, maar eigenlijk te traag. En ook is hij helemaal niet sterk. Dan hebben we Toni Kroos. En dit lijkt een beetje op de beste Toni Kroos die je tot nu toe kan packen. Maar ook te traag, niet op de meta. En ook nog eens fysiek en balans heel slecht. Dus ja, ook dat ziet er niet fantastisch uit. En Alphonso Davies is allemaal niet fantastisch, want die heeft hele slechte engagement standaard. En ja, als je bijvoorbeeld een hele leuke normale Bayern pack Davies hebt, dan kom je mogelijk al wat hoger dan deze. En al helemaal natuurlijk als je de big time Alphonso Davies hebt, is dit helemaal niks. Hey Bartos, hoe gaat het man? Alles gaat zijn gangetje. Hoe gaat het met jou even, Rockboy? Ja, nou ja, weet je wat? We gaan het alsnog gewoon proberen. We gaan het alsnog gewoon proberen om Surlot te halen.
Ja, dat wordt ons doel. Berghuis zou leuk zijn. Sherlock is ons doel. Laten we er gewoon voor gaan. 3 kansen, daarna is het voor altijd weg. Er is echt niet zoveel. Ga wel lekker. Goed bezig, Evan Rockboy. En Bartos die zegt op TikTok, hier gaat ook alles goed. Oh, het was La Liga, maar het is die hele slechte. Nou ja, ben je ook mooi klaar mee. 4 sterren. Mag meteen weg. Ja, nee, uit het team. Klaar. Goed om te horen dat het goed gaat, Games and Cards. Alright. 2 kansen. Zo, ja, nou ja, zoveel spanning zit er dus niet echt aan. Want het is dus niet zo wauw. Ja, oprotten met dat soort spelers, man. Geef ons gewoon die lange man. Ach, het is Toni Kroos. Hebben we Toni Kroos weer back in business. Nou, hij is misschien wel iets beter dan de Toni Kroos die ik had. Maar mogelijk heb ik die Toni Kroos ook niet meer. Maar als Toni Kroos in vorm is, dan is hij mogelijk een tikkie beter dan de andere Toni Kroos die ik had in vorm. Ja, nee, Toni Kroos is ook niet wauw. En dan de laatste kans. Het zou leuk zijn als wij onze grote vriend Sherlock zouden krijgen. Dat zou het coolste zijn, maar die krijgen we niet. Het is wel Eredivisie Berghuis. Nou, zo hebben we weer een Berghuis. Hoop spelers lopen uit een contract. Ja, als je al een jaar bezig bent inderdaad, dan zou je zien dat je ook contracttickets nodig hebt. Dus 5 sterren weghalen is heel fijn, want je kan best wel makkelijk 10 dagen contracten doen. Daarom doe ik alsnog deze Play of the Week. Ja, deze Berghuis met unwavering form, nog steeds medium weak foot accuracy. We zullen hem gaan vergelijken met wat we hebben. We zullen hem gaan vergelijken. Je hebt trouwens ook een nieuwe manager, Zico. Zico is een nieuwe manager. Hij komt ook met trainers. Hij heeft +1 dribbling en kan alleen possession games spelen. Wil je possession games spelen? Ook hebben we een nieuwe kit. En de nieuwe kit is Carnaval 2024. En er is een nieuwe, sinds de nieuwe update van vorige week, is er blijkbaar een nieuwe manier om eerst even die kits te zien. Het is een coole Braziliaanse Carnaval e-football kit. Ziet er best grappig uit. Je kan hem dus laten roteren dan Messi bijvoorbeeld. En dan kan je ook nog even inzoomen. Alhoewel de zoom best wel... Die had wat naar beneden gemoeten, dacht ik zo. Om hem volledig scherm te maken, denk je niet. Hij, zeg maar, puur op game design standpoint. Als je wil inzoomen op de hele outfit, waarom gaat hij dan omhoog? Dat je... Moet je kijken hoeveel empty space je hebt aan de bovenkant. I love you too, lieverd. I love you too. Wat lief ben jij. Ja. Is leuk, Carnaval 2024. Misschien gaan we die wel halen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Daar zullen we naar kijken. Misschien halen we wel Zico. Ja, we zullen zien. Even vanaf het toilet. Nou, wat leuk. Even toiletteren. Alright. We gaan even sorteren op... League. We filteren hem even op League. En de League waar we hem op... Of op de nationaliteit. En de nationaliteit waar we hem op filteren is Duitsland. Duitsland, Duitsland. En dan gaan we eventjes sorteren hierop. En dan zie je dat er heel veel geen contracten meer hebben. Maar dit is de Toni Kroos die we hadden. Dit is de Toni Kroos die we hadden. Succes, lievertje, kan het. Ik geloof in je, ik mis je. En als we daar naar kijken, dan zien we eigenlijk wel een beetje dezelfde type Toni Kroos als deze nieuwe versie. Alleen deze nieuwe versie, die heeft 1 snelheid minder, zo te zien. Ja, snelheid en acceleration is een tikkie minder. Ai, 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 ai. Ja... Nou ja, het is een nieuw contract. Deze is ook niet heel speciaal. Boom. Hebben we weer contracttickets voor spelers die we wel weer even in leven willen zien. Ja, nou ja, het is carnavalcampagne. Als je wil weten hoe dat er allemaal uitziet, dit is de season info, dit is de video... En meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, het is een beetje bleh. Het is seizoen 4 van dit seizoen. Dat klinkt heel raar. Van het seizoen 20,
2023-2024 is het seizoen 4. Seizoen 4 is het van eVoetbal 24. Laten we daarop bouwen. En je krijgt wat gratis Braziliaanse spelers. Natuurlijk ook legends. Je ziet het. Cafu, Romario. Zico heeft een hele campaign en een hele opname gehad. Want dat was Zico die je daar zag. Je hebt al een gratis Neymar gekregen. Die heb ik meteen weer weggehaald voor contracttickets. Een beetje wat Games & Cards zegt. Je hebt contracten nodig. Veel verlopen. 5-ster speciale spelers geven 10 dagen contract. Nou, deze die krijg je dus als login present, dus je krijgt ze allemaal. Mijn eerste was de Danilo daarvan. En er komen ook weer wat epics dit seizoen. Deze hebben we dus, Neymar. Dat wordt onze grote hype. De nieuwe Neymar. Deze Romario kunnen we ook gaan proberen, maar lijkt niet heel veel anders dan de ander. En de Nielson is wel weer een stuk geboost, maar daar moeten we een formatie voor maken met alleen de linksmid. Makelele komt eraan waarschijnlijk maandag. Maandag komt Makelele eraan, weer een nieuwe. Cannavaro verwachten we eigenlijk ook maandag. National Team Guardians. En Cafu verwachten we ook maandag. En daarnaast verwachten we ook de Bayern München Big Times. Zico Manager Pack. Kijk, dit was de bekende cover van Zico. Dat is, hebben ze wel heel leuk gedaan. Natuurlijk echt een legende, Zico. En dan hebben we de eFootball Champions AC Milan. Daar kan je ook helemaal voor gaan kwalificeren. Maar er komen ook wat big time kaarten waar ze zelf op hebben gescribbeld, de spelers. Tomori, Giroud en Leao. Nou zou Leao het wel waard gaan zijn, maar met Giroud ernaast en ook Tomori kan wel leuk zijn hoor. Maar dan wordt dat mogelijk een klein beetje mweh. Nou, kijk, iemand die heeft gewoon allemaal groene stippels gemaakt. Giroud, die heeft heel veel geschreven erop. En daar staan nog vraagtekens daar, maar wij weten al precies hoe het eruit ziet. Wij weten al precies hoe het eruit ziet doordat het is al toegevoegd aan de game. En dat is eigenlijk een beetje alles wat nieuw is. Dus ja, ik persoonlijk heb niet veel te zoeken in die National Team Guardians pack. Play of the Week is slecht. National Team Guardians pack. Misschien wil je het doen voor Frimpong of zo, maar dat zijn 150 spelers. Maar de National Team Guardians, je zag ze net dus met Makelele, met Cannavaro en met Cafu. Dat komt hier waarschijnlijk, 5 februari. Ook krijg je een AC Milan pakketje, 5 februari. En daar komen dus de big times naast. Dan denk ik toch wel echt dat de Brazil Carnaval, dat de 3 Braziliaanse legends, dat die by far het beste is van deze hele week. By far het beste zijn, sorry. De big time kaarten natuurlijk. Dan heb je een soort Leao. Hoe schrijf je dat? Ik heb geen idee hoe je dat schrijft. Oh. Dat staat hier niet eens bij, omdat ze big time zijn. Dombo. Dat was een beetje dom voor mij. Ze zijn natuurlijk je big time kaarten, maar ja. We hebben Leao dan. We krijgen deze Giroud. Daar staat Girato Giroud of zo. Wat heeft hij daar nou opgeschreven? Dit is allemaal voor maandag nog even hoor. Maar ja, dan is het wel al geweest de volgende keer dat ik jullie zie. Zo eens even kijken. C-E met een puntje Girato Giroud. Dan heeft hij zijn handtekening, rondjes en een smiley heeft hij getekend. Wat kunnen voetballers goed tekenen, jongen? Voetballers kunnen zulke mooie designs maken. Maar laten we zeggen, hij heeft 33 levels. Dan ziet hij er zonder booster zo uit met auto-assign. Ja, weet je, dat wordt niet echt heel speciaal. Al heeft hij 36 levels, dan heb je nog een aantal plus 2 boosters. Het is dan wel een iets betere Giroud, maar dat wordt ook geen meta. Translate zegt Giroud draaide zich om. Zal wel verkeerd zijn. Nou ja, Tomori zou het nog wel waard kunnen zijn als je daarvoor wil gaan. Heeft hij bijvoorbeeld 33 levels, dan ziet dat er natuurlijk prima uit meteen. En dit is nog zonder booster.
97 reed het zonder booster. Misschien dat het 31 levels zijn en dat je dan nog een booster hebt op acceleration en nog wat dingetjes, weet je wel. Maar ook weer niet zo wauw. 1,85. Slechte controle tegenwoordig, weet je wel. Snelheid zit wel lekker. Het is oké. Het is oké. Om het is niet helemaal wat die gaat worden, maar om het een beetje te kijken, dat valt reuze mee. Ja, mocht je hem nog niet hebben, dan is Leao mogelijk de one, maar is een LMF hole player. We hebben natuurlijk ooit eerder een big time variant van hem gehad, maar deze zal waarschijnlijk wel een tikkie sneller zijn. Weer een tikkie meer op speed acceleration en dat je zijn dribbling ook 90 plus kan doen. Dit zou met 33 levels zijn, dan zou die al 98 zijn. Dus misschien heeft hij wel 31 levels en dan nog wat boosters. 4 booster stats natuurlijk, die plus 2 gaan. En dan nog manager booster bij. En dan heb je wel een versie. Hij had dat niet eerder. Hele hoge looppas kan je fixen als je de passing doet. Maar je kan hem ook wat verlagen, de looppas. En dan zou je bijvoorbeeld de dribbling ook alweer dik 90 plus kunnen doen. Een lange guy die goed kan finishen, ja. Dat is basically de enige die het mogelijk waard zou zijn van AC Milan. Maar de National Team Guardians, dat is echt als je nog een verdediger nodig hebt natuurlijk. Hangt er ook vanaf wanneer je bent begonnen. Maar ben je vanaf het begin begonnen, dan zou het al lang niet meer waard zijn. Dan zouden die het niet waard zijn. Alright. Nou ja, laten we wat potjes gaan doen. Let's try it out. Let's try it out. Even kijken. Welke site was dat? eVoetbalHub. Dr. Nienkemper, ik heb uw hulp nodig. Hoe train ik neem, maar alles wat ik probeer voelt vreselijk slecht. Wat heb jij... Hoe heb je hem getraind? Hoe heb je Neymar getraind? Voor mij is Neymar de grootste hype, want hij is weer compleet anders als de andere Neymars. Hij heeft weer een compleet andere balans. Dus ook al is Neymar natuurlijk gewoon weer een Neymar en zo, daar kijk ik niet eens naar dan, zeg maar, als het gaat om hoe goed een speler is, als je een goede aankoop wil. Maar hij is weer volledig tweebenig, zoals toen die big time van Barcelona... In eigenlijk zijn laatste amazing jaar, vond ik zelf. Maar hij is niet heel erg gebaseerd op heel veel kicking power en heel veel creativiteit met vrije trappen. Met die comeback wedstrijd. Maar wel heel erg op snelheid en dribbling, deze variant. En deze is weer van een jaar eerder. Dus dat is allemaal weer compleet anders. Ook heeft hij een andere body type en heeft hij een compleet andere haarstijl. En weer een ander hoofd, want hij is een soort... Hij verandert elke keer. Dan is hij weer dikker in zijn kop, dan weer dunner. Die foto ziet er ook zo raar uit. Die foto hier in het midden. Ik vind het zo'n aparte foto, maar ja, it's there. Laten we hem meteen uitproberen. Hebben we een eentje waar we hem kunnen uitproberen? Nou, niet zoveel. De Unlimited Cup, tuurlijk. We gaan dan meteen uitproberen. Ik ben benieuwd wat je beeld is. We gaan ook Romario meteen even uitproberen. Allemaal kleintjes zetten we er gewoon neer. Let's do this. Ik ga Neymar in het midden zetten. En let's do this. Mijn build is dit trouwens. We moeten zijn attacking awareness wat verhogen. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben heel veel topspeed. Ook zonder Ten Hag is dit. Dit is met stamina boost. En we houden de dribbling op 101. Maar de balcontrol kon nog wat naar beneden. Ook hebben we passing en finishing niet super hoog. Maar zijn passing is een stuk hoger natuurlijk dan zijn spitsversie. Maar spitsversie is weer beter in finish. En dan zou die on rails moeten zijn. En super snel. Maar ik ben benieuwd naar wat je hebt gemaakt, Renzo. Heel erg benieuwd. Wat jij allemaal hebt uitgeprobeerd. Very curious om te zien wat voor builds. Want de builds die lopen nogal uit elkaar. Ook met Romario en zo. Maar ja, Romario moet ik wel een beetje anders trainen. Want anders lijkt hij echt 1-op-1 op mijn eerdere Romario. Dat is een beetje kut. Laten we kijken of we ze even uit mogen proberen. Ik heb wel al skills op Neymar gezet trouwens. Laat dat wel een ding zijn. Nog niet op Romario. Romario is helemaal vanilla. Neymar hebben we meteen gewoon skills opgezet. Ik dacht, nou weet je, ik heb veel goede skill trainers. Tegenwoordig weer 3 bar. Nou, doe maar gewoon. Pak hem er even bij. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt geprobeerd. Voor mij is dit wel de vetste
Nee, maar qua stijl ook. Zo kon ik hem het beste op zijn hoogte dag. 24 jaar. Super snel, super veel balans, super veel dribbling. Gewoon keihard daar brachten. We hebben dus ook Del Piero, maar die hebben we zijn finishing laten houden. Die moet nog even iets van cut behind and turn of double touch hebben. Want hij draait soms een klein beetje aan de trage kant. Maar ja, midden 80 speed. Zo zien we Del Piero ook wel. Wel leuk om een opa Del Piero te hebben. Kijk, deze Leao die is heel goed in dribbelen en heeft ook gewoon genoeg speed. Alleen ja, die looppas dus. Die is een stuk hoger bij de nieuwe Leao binnenkort. Die zal net iets beter zijn dan dit, maar misschien ook weer niet zoveel beter. Of zelfs op sommige plekken een downgrade, maar wel qua overall rating hoger. Omdat bijvoorbeeld bepaalde stats die op de overall rating geplaatst worden beter is. Deze Neymar heeft wel echt een record aan slechtste jumping en fysiek. 48 jumping heeft deze Neymar. Dus ook hier zie je dan extremere dingen in speed en dribbling. Maar dan zou ze overal al letterlijk naar de 106 gaan. Als ze attacking awareness ook nog eens 90 was bijvoorbeeld. Dus hebben ze dat toch ook een beetje van jumping afgehaald en zo. En dat is dus wat er wel vaak gebeurt. Van die shortcuts. Dat je toch ook weer negatieve plekjes hebt, zeg maar. Waar het fout gaat. Alright, let's do this. Let's try him out. Ik moet even de microfoon goed zetten. Let's try him out. Ik ben heel erg benieuwd. Hij ziet er cool uit met zijn witte boots. Hij loopt ook goed tot nu toe. Zo, die is snel. Holy shit. Oké, die heeft een hele snelle dribbel. Die voelt een beetje als die big time Messi's op dit moment. Maar ja, hoe lang loopt dat door? Daar liep je wel goed overheen, want dat is mijn biggest concern. Oh, easy. Easy deze Neymar. Easy. Holy moly cannoli. We hebben Romario. Brazilian Summer. Waarom denk je dat weer? Je kan dat niet volgen. Hij heeft Pujol daar staan. En hij heeft Maldini daar staan. En hij heeft Vieira daar staan. Maar je kan die Neymar kan je niet volgen. Hij is nog een tikje sneller dan Messi. Oh. Even terug, dacht ik, van Fiera. Ja, deze meneer heeft een volledig droomteam hier staan. Oh! Zelfs die! Oh mijn god. We gaan door en door en door. Hij gaat al weg, denk ik. Oh, fuck. De man had Roemenigge, Cruyff, alles. Nou, dat was Neymar. We hebben Neymar getest. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. What the heck? Oké. Pasik heeft wel divisie 3 gehaald. Maar hij doet niet meer veel divisie spelen. Hij heeft de spitsen Neymar. Santos jonge Neymar heeft die daar. Hij heeft een echt een goed team. Lekker team heeft hij hoor. Ja, dat is moeilijk tegen te houden denk ik, die Neymar. Nu hebben we deze Messi met 103 dribbling. We hebben die Neymar met 101 dribbling. Beide iets minder balcontrol. Neymar
Ja, zijn kicking power. Zeg maar, als je Neymar ook trouwens te lage topsnelheid geeft, dan is zijn kicking power ook echt te laag. Want hij heeft 78 kicking power. Maar tot nu toe heeft hij best wel genoeg oomf. Dat wel. Dus dat is zeker nice. Alright. We gaan eventjes kijken wat Renzo had gedaan. Renzo, die heeft... Jij had hetzelfde als mij gedaan. Oh nee, je hebt acceleration eentje minder dan mij. Waardoor zijn attacking awareness 79 was. Ja, je hebt bijna hetzelfde als mij gedaan, man. Hetzelfde dribbling, though. Hetzelfde passing. Hetzelfde finishing. Vraag me dan alleen af waarom jouw acceleration... Ik snap dat de top speed boost is... jij hebt gewoon echt... Jij hebt één extra top speed gedaan voor de 79 kicking power. Ja, precies. Maar ik heb nog één extra dexterity gedaan voor de extra attacking awareness en meer balans. Eén top speed hoger dan acceleration vind ik persoonlijk heel kut. Vind ik persoonlijk kutter. Omdat je dan wel eens last kan hebben van de pacing van de voeten, zeg maar. Iets meer acceleration dan topspeed is vaak wel echt een stuk cleaner met hoe die loopt. De dribbling zou heel vloeiend moeten voelen. Kicking power verlies je niet. Stamina verlies je misschien een beetje natuurlijk. Omdat je de 84 stamina gaat. Ik snap dat je veel stamina wil. Maar je kan het ook nog altijd fixen met fighting spirit. En dat heb ik wel gedaan. Ik heb hem ook fighting spirit gegeven nu. Maar ja, ik kwam tot de 12e minuut. Dus daar komt helemaal geen fighting spirit aan te pas. Alhoewel, fighting spirit komt natuurlijk ook te pas. Als je dus heel dicht dribbelt rondom mensen en een passing en schiet. Als je schiet met een verdediger om je heen en je hebt fighting spirit, dan kan die makkelijker stabiel blijven. En voor iemand met zo weinig fysiek is dat misschien wel heel fijn. En ook heel leuk. Want hij heeft gamesmanship, maar ook dus fighting spirit, dat hij wel doorracht. Nou ja, mogelijk snelle penalties. Ik vind het echt een beast. Dat ging wel echt extreem. Het is officieel zojuist. Mercedes AMG Petronas F1 team en Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season, meldt het officiële Mercedes Formule 1 Twitter. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. Pam pam pam. Holy shit, it's actually real, zegt Matt Gallagher. Hij gaat weg. Het is for real. Zelfs Hamilton gaat Ferrari niet kunnen fixen. Nee, ik denk het ook niet. Mijn hele chat is in de war trouwens. Ik moet echt eventjes kijken of ik dat kan fixen. Box, stay out. Ja, nee, dan krijgt hij alleen maar minder communicatie van de pitbox. We are going plan A. I don't know what the fuck you're saying, guys. Ja, ik vraag me echt reuze af hoe ze dat gaan doen. Rijntje! Dankjewel voor de 500 diamonds! Oh! Rijntje zegt Agario spelen. Let's go. Heette dat zo? Dat was dat ding, ja. Agario. Oh man, ik had het over dat lijnenspel. Emre de Turk, hoe gaat het? How are you doing? Ja, mijn connecties zijn ineens even helemaal... Helemaal van hun apropos. Verdikken me. Nou ja, dan maar de oldschool chat weer gebruiken. Let's do it. Zal hij Bono dan meenemen? Nee, ik heb gehoord dat Lewis ook naar Ferrari wou, omdat de enige high-ranked mechanic, engineer,
die het eens was met Lewis over zeg maar welke richting de Mercedes op moest gaan met de auto, dat die nu ook naar Ferrari gaat in 2025. En Lewis gaat dan dus basically mee. Ja, Lewis gaat dan basically mee. Nee, dikke shout-out Rijntje voor de support. Zonder support zouden we dit niet eens kunnen doen. Livestreamen, dus super duper cool. En super duper generous. Elk klein beetje support helpt. Op onze main livestream op Twitch hebben we ook weer een maanddoel. Dat staat hierboven op Twitch. En zonder dat maanddoel zouden we het niet eens kunnen volhouden. Zouden we maart niet eens kunnen doorgaan met livestream. But we keep on going. Scuderia Ferrari heeft het nu ook gedeeld. Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025 on a multi-year contract. Wat? Ik dacht hij gaat een jaartje daar en hij gaat daarna met pensioen, maar... Holy moly. Ongelooflijk, dat retweeten we even. Dat vind ik wel bijzonder hoor. Wow, dat was even een gekke paas. Auw. Ik heb geen one-touch paas bij Neymar, maar ik ben zo benieuwd op zijn straight line speed nu. Ik denk, ik ga gewoon schieten, want hij is veel beter tweebenig dan de gemiddelde Neymar. Ferrari wil hem lang houden. Ja, maar die kerel is 40 dan, wanneer die Ferrari joint. Dus meerderjarige deal. Damn, man. Wel weer met opties. Alonso wachten en ja, of Alonso die gaat nu naar Mercedes. In 2025. Imagine that. Of ineens Vettel naar Mercedes. Een Duitser bij een Duits merk. Zou ook zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Agario, zegt Rijntje. Agario. Ik ga nu geen Agario spelen, maar dat is ook wel een heel leuk dingetje, Agario. Maar ik was zelf op zoek naar zo'n spelletje met zo'n lijn, dat je lijntjes niet mogen raken aan elkaar. Wojo, dat was een goed paasje van Romario zonder first time of one touch pass. Ik paas de hele tijd naar de verkeerde. Ik ben even helemaal flabbergasted over Lewis Hamilton. Holy shit, hij dribbelt echt goed. Norris naar Mercedes? Nee, die heeft nu zo'n strakke deal met McLaren net gemaakt. Die is net te laat. Dan is Lando daar net te laat. Of hij moet wel hele goede opties hebben hoor. Maar dan zijn die dingen allemaal voor niks. Jezus. Dat liep niet vloeiend. Hallo? I was just saying. Jezus! Hoe doet hij dat, joh? Ja, Lando is nu wel echt gelokt, inderdaad, bij McLaren. Bestaat het überhaupt nog? Dat Agario? Ja hoor, volgens mij bestaat het gewoon nog, Agario. Ja, dit gaan we niet winnen. Oh, wow. Nou, 40 jumping my ass. Oh, dat kan hij niet zo goed, hè? Ik heb hem natuurlijk wel redelijk lage finishing gegeven. Dus hij moet redelijk basic gaan doen. Maar hij loopt de hele tijd weg. Hij loopt de hele tijd weg. Ik heb het gevoel dat Fighting Spirit heel veel verandert hier. I don't know. Ik weet alleen dat hij fantastisch draait en speelt.
Moet je kijken hoe die draait, joh. Oh. 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 Hij is zo licht. Niet normaal. Nieuwe Neymar. Ultralight. Hij gaat hem meteen... gaat hij hem marken, denk ik. Ik denk dat hij hem helemaal stil gaat zetten nu. Ja, dat is jammer. Is dat? Ah, dat was Araujo. Ik weet niet of Fighting Spirit daar dan al veel doet. Maar ja, mochten dat soort skills veel doen, ja, dan raad ik je aan om eraan te werken. Want de guy, zijn stats, die backen het zeker weten. Ja, dat was niet de juiste skill die ik wou doen trouwens. Damn. En dan de man waar ik het meest vertrouwen in heb at the moment voor het... Wow! Hij heeft zo'n heel gek licht effect als hij gaat schieten, joh. Maar hij heeft natuurlijk volledige tweebenigheid, dus dat is met zijn linker. Maar hoe snel hij met zijn linker... Wow, hoe snel die daar er ook bij is. Wow! Hoe snel die met zijn linker ook in een animatie schiet, jongen. Dat is niet normaal. Ik raak er helemaal aan gewend dat hij zoveel sneller en beter is. Oh! Zelfs daar. Die kerel valt gewoon helemaal om zonder dat ik erbij ben. Makalele! Die wordt opnieuw gereleased, maar nu een Frankrijk versie. Netjes. Maar die Neymar kan er ook wat van. Met zijn verkeerde been. Knap geschoten trouwens. Damn, Formule 1 die gaat er nu helemaal mee los, hè? Je 2025 line-up. Wat ziet dat er raar uit, jongen? Ferrari 2025 line-up ziet er zo uit. Leclerc, Hamilton. Nou ja, heeft hij zijn jeugddroom? Heeft hij toch zijn jeugddroom? Bijzonder. Het past niet naar mijn mening. Is altijd wennen. Op een gegeven moment past het wel. Carlos Sainz heeft... ook... moeten buigen. Following today's news, Scuderia, Ferrari and myself will part ways at the end of 2024. We still have a long season ahead of us. Like always, I will give my absolute best for the team. And for the Tifosi all around the world, news about my future will be announced in due course. Oi. Zo sad. Voor hem. Straks dan krijgt hij helemaal geen setje. Of komt hij straks naast Max in Red Bull. Ben je helemaal terug naar... Jezus. Zag je hoe snel ik hem kon draaien? What the fuck? Dat is echt bijzonder. Hij is zo snel. De wedstrijd is alleen zo laggy. Dat is niet normaal. Oh! Dat was even kut. En mijn controls die gingen niet. Nou, hier hebben we Romario. Nee! Toch geen Romario. Boom! Ik ben wel een beetje aan het samba, hero. Maar ja, het is Braziliaanse carnaval. Braziliaanse carnaval. Dit is wat wij doen, Rijntje. Dit is wat wij doen. De hele dag bezig. 7 dagen per week.
veel. Editen, renderen, streamen, alles. And we are trying to be able to keep doing that. En wanneer het niet meer kan, dan stoppen we. Daarom heb ik een maanddoel op mijn Twitch en op mijn YouTube. Gaan we Terrier misschien een keer proberen? Dat is de Play of the Week die ik had meegenomen, Terrier. Die is nog best wel allround. Man is normale middenvelder volgens mij. Aanvallende middenvelder. Ik heb volgens mij ook een LMF Terrier. Maar weet ik niet zeker. Dat klinkt een beetje... Ja, nou ja, je weet waar het op klinkt. Ik ga Rafael Leão, die ga ik ernaast zetten. Naast Romario en Neymar. Kan Messi even rusten. Want Messi die krijgt weer een beetje die MSN-connectie zonder Suarez. En als je de S bij MSN weghaalt, dan krijg je... MN. Jongen. Oh, ik had hem de andere kant op moeten double-touchen. Ik heb even zoveel... genot met die Neymar, jongen. Zo, dat is slecht. Ik weet dat ik de wedstrijd ermee verneuk. Oh. Ja. Hoe ik er elke keer niet bij kan komen is echt een kut iets. Hij loopt ook nog best goed diep. Nou heb ik hem mogelijk wel counter target gegeven, maar dan nog. Zo, hallo. Doen ons best, Rijntje. Elke dag. Elke dag. Met volle passie. En als er iets met passie gaat, gaat het ook net iets makkelijker. Ook al kan het soms wel nog zwaar zijn. Ook al zullen sommigen dat niet geloven. Onder. Oh. Oh. Ai, ai, ai. Deze is zo direct naar voren. En door die reden zal hij niet hoog gerankt zijn. Maar dat is zo gevaarlijk dat je hem gewoon bijna blind naar voren past. Zoals ik hier wou doen. Maar dat dus gewoon. Van chick, chick. Alles bijna in één keer. Ja, gewoon even dingen testen. Ik had dat uit kunnen spelen en gewoon echt naar het goal kunnen lopen. Maar hij, zijn controle en zijn dribbling is by far de beste Neymar die ik heb gezien. Qua schieten, qua oomf en schieten natuurlijk weer een tikkie minder dan bijvoorbeeld de spits Neymar. Zo, maar Romario die knalt hem er wel goed in, zeg. Oh, we spelen een variatie aan games, Rijntje. Maar wel wat meer tegenwoordig waar ik ook echt zin in heb dan puur inspelend op wat populair is. Maar ik persoonlijk hou van een variatie aan videogames. Eigenlijk bijna elk genre wel, behalve strategie is niet zo heavy bij mij. En ook niet, hoe heet dat eigenlijk? Van die League of Legends type games, MOBA's? Jezus, Neymar, behave, jongen. Maar dat is wel lekker dat je dat ook hebt dan. Zo, die we deze shit breed. Hij doet die double touches nog zoveel sneller dan dat hij normaal doet. Omdat hij dus zo'n hoge tight possession ook heeft. Hij probeerde dat te anticiperen. Ik ben gewoon echt even wat dingetjes aan het uitproberen met hem. Maar tot nu toe is dat echt amazing. Oh, ik wou nog iets leuks doen. Ik wil dit een keer proberen. Ah, lukte me niet. Ik wil dit een keer proberen. Oh, dat was niet wat ik wou proberen, maar dat is een hele coole rainbow flick. Ik wou de met je rug naar goal en dan omgekeerde rainbow flick doen.
Hij wordt nu wat vermoeider en dan merk je weer de oude Neymar, zeg maar. Maar ja, ik dribbel ook alleen maar met hem at the moment. Dus ja, Frenkie helemaal moe. Neymar helemaal moe. Ah. Ik heb nu helemaal niet meer, maar ik heb Rust wel veel gespeeld. Oh ja, ik heb het niet veel gespeeld, maar ik heb het wel gespeeld. Rust. En dan vooral de oude versie, de allereerste Rust. Ja, ik ben er ooit ook toen met een serie begonnen op mijn YouTube-channel, maar daar ben ik toen toch mee gestopt. Survival games pakken mij niet zo langdradig eigenlijk. Maar ik kan het wel waarderen, ik kan het wel spelen. Alleen, ja, toch ben ik vrij snel dan van, bleh. Behalve als het sociaal is natuurlijk. Maar ja, dat is dus ook meteen mijn probleem. Ik ben wel een introvert. Dat betekent niet natuurlijk dat ik geen socialiteit wil. Of dat je daar goed mee om kan gaan met socialiteit. Maar wel dat mijn balkje snel vol is. En dat betekent dat, dat je ook wel eens contact kwijtraakt van vrienden. En dan met dat soort type spelletjes, als je dan niet zomaar even iemand tot beschikking hebt, dan wordt dat al snel wat saaier voor mij. Hij is helemaal moe, Neymar. Maar wel Fighting Spirit. Dus dat is ook meteen de test voor Fighting Spirit. Hij voelt wel minder kwakkelend. Ik deed het. Even over mijn hoofdje, maar dat was helemaal verkeerde kant op. Goedenavond, Rato Gamer. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, ik vind deze Neymar vind ik wel echt sick. Maar echt sick. Renzo niet dus, hè? Renzo die vond hem niet goed. Ik vind hem next level. Je mag hem mijnen wel in co-op proberen, Renzo. ja, we hebben nog wat cuppies te doen. Maar dat is allemaal zonder Neymar. En dat is toch best wel even een hype at the moment voor mij. Ah. Ik denk als GTA 6 uitkomt dat ik wel weer ga beginnen. Zou zomaar kunnen inderdaad. Dat je dan toch weer dat hypegevoel hebt. Het hoeft ook niet altijd feest te zijn natuurlijk. Als je nu nergens denkt, mweh, weet je wel. Bij geen enkele game. Ja, nou ja. En als dan ineens het wel opkomt en je denkt van, oh ja, hier heb ik echt zin in. Om echt eventjes mee aan de slag te gaan. Dan komt dat op wanneer het opkomt. Als dat gevoel er niet zit dan, en je hebt wel wat beters te doen, ja, dan ook niet forceren. Hij past misschien gewoon niet zo bij mij. Ik dribbel over het algemeen niet zoveel. Ja, maar ja, het is de meta, de dribbling en de speed en zo. Ik dribbel ook niet zoveel, to be honest. Er zijn zoveel mensen die zoveel minder direct spelen dan mij. Maar snelheid natuurlijk en een goede controle, dat is altijd wel een dingetje. En hij heeft een mega snelheid. Dus zelfs als zou je hem heel even aan de bal doen en dan weer doorpassen, dat is sterk. Ja, ik wou de Italian Clubs Cup nog even doen sowieso vandaag. Omdat die afloopt natuurlijk al een stuk sneller. Alleen dan moeten we het zonder Neymar ineens weer doen. En dat vind ik wel heel erg jammer. Dat vind ik ultra jammer zelfs. Oh, wel grappig met Baresi en zo. Maar we doen het wel even ertussendoor. Kunnen we daarna weer met Neymar aan de slag. En dan hebben we nu Del Piero tryouts. Alessandro Del Piero. Ja, Del Piero mist een beetje snelheid. Een beetje dribbling ook. Maar als je eenmaal... De player ID is on point van Del Piero.
De player ID is echt on point. Even kijken hoor. Ik denk dat ik Lisandro Martinez. Holy shit, als je die nog kent. Dat is wel heel lang geleden though. We gaan even naar League. Europa. Italian League. Minecraft tegen No Life. Je kon vroeger een whitelist kopen of zo. Nee, gewoon een whitelist verdienen door te spammen in mijn chat. Bij mij dan. Ik denk dat als GTA 6 uitkomt dat ik... je moet een PlayStation 5 kopen voor GTA 6. Die komt waarschijnlijk niet op launch uit, Rijntje. Die komt waarschijnlijk een heel stuk later uit dan de allereerste launch variant. Die Mark, wat wel leuk is aan die Marco is, hij kan ook centraal achterin. Misschien dat ik dat wel gewoon ook leuk vind. Een hele snelle guy centraal achterin aan die kant. En kunnen we dan ook iemand op DMF zetten? Nee, dan zetten we Rijkaard daar en dan zetten we Costa Curta aan de rechterkant. Die is ook nog wel relatief snel. Is ook leuk. Dan zetten we Davids aan de ene kant. En wie zetten we dan aan de andere kant? Ik heb niet zoveel defensieve middenvelders, zeg. In de Serie. Lobotka is wel een hele fijne, maar dat is wel orchestrator. Ik wou graag een anchorman dan. Ja, Ambrosini is de enige anchorman. Die komt binnenkort ook met een nieuwe, maar die is best wel traag, Ambrosini. Maar kunnen we wel voor gaan. Dan zetten we defensive op Rijkaard, maar we zetten ook deep line op Rijkaard. We double trouble hem. Double trouble. En ik heb trouwens een PlayStation 5 letterlijk specifiek daarvoor, voor exclusives. Maar tegenwoordig zijn er niet superveel exclusives meer, maar Rockstar Games gaat het nog wel doen. Puur op de consoles komt de eerste GTA 6 editie. En dan later komen de betere versies die dan ook beter geoptimaliseerd zijn en betere graphics en betere FPS hebben. Op de PC en dergelijke, of zelfs op weer de volgende generatie komt. Dat kan ook nog. Doe ik attacking normaal op iemand? Nee, ik doe dubbel defensive. Ik doe ook defensive op David. Alright. Ambrosini is mijn vaste DMF. Ik heb niks beters. Oh, damn. Maar wel helemaal stacked in de aanval. Dat is wel droog. KK is wel leuk voor voorin. Is die leuker dan Sneijder? Sneijder kan... die kan niet eens voorin. Die moet dan op de plek van Borrelje. Totti kan daar wel. Seedorf, die kan ook alleen maar... AMF, CMF en zo. Maar ook DMF kan Seedorf. Dus dat is wel leuk. Deze Pirlo op DMF is ook wel grappig. Dat kunnen we ook wel gaan doen bij het begin. Serginho is wel mijn favoriet op die CMF-positie in het midden. Ik denk dat ik dit gewoon doe. Baresi en Maldini zijn meer dan genoeg. Zo. Barella is heel nice. Adriano met de mega speed. Ik heb een mega speed variant van Adriano. Is ook wel leuk om mee te nemen. Op de plaats van Inzaghi? Of nemen we een keer Inzaghi mee? Als een soort super sub. Hij heeft wel heel hoge acceleration, die Inzaghi. Ik heb die Inzaghi 96 acceleration gegeven, terwijl hij 82 topspeed heeft. Dat is wel leuk om nog wel een keer weer te spelen. Oké. Days Gone lijkt me ook wel een leuk spel, ook alleen PlayStation 5. Nee, die kwam uit op de PlayStation 4, Days Gone. En die is ook tegenwoordig al te koop op een PC. Dus heb je een hele goede computer, een hele goede PC... Dan zou je die technisch gezien ook nog eens op mooiere kwaliteit kunnen runnen. Helaas gaat daar nooit een deel 2 van uitkomen. Tenminste, niet dichtbij. Oh ja, Colin, je zei het ook. Waarom zit Berghuis in de Play of the Week? Dan had ik Robbie erin gedaan. Tja, ja, dat weet ik niet. Ze hebben ernaar gekeken en blijkbaar vonden ze dat Berghuis... dat die... het best goed had gedaan. In ieder geval qua cijfer.
Ik weet niet wat voor cijfer die heeft gehaald op de gemiddelde pagina's. De gemiddelde soccer stats, zeg maar. Maar gevoelsmatig voor je Brobby, ja. Kan er ook niks aan doen. Ja, Berghuis had het hoogste cijfer. Berghuis had de 9,2 op Hoescourt. Kijk. Dus nog gevoelsmatig mocht je Brobby misschien het meer gunnen. Hij had niet het hoogste cijfer. Hij had ook niet het ene hoogste cijfer. Dus ja, dan heeft hij veel foutjes gemaakt alsnog. Ze kijken echt wat meer zwart op wit. Nou, niet dat ze puur naar Hoescourt kijken trouwens hoor. Dat is wel iets wat ze hebben gebruikt. Maar ja. Het sterretje gaat naar Berghuis. Als beste man. Dus 9,2 is heel hoog. En dan wil het wel eens uitgekozen worden in e-voetbal. Dan kom je ook in de lijsten te staan en zo. 120 fps PlayStation 5. PlayStation 5 is niet altijd 120 fps, maar heeft wel een 120 fps modi voor de wat minder zware games soms. Maar dan moet de game het ondersteunen, moet je monitor het natuurlijk ook ondersteunen, maar ja, nee, het gebeurt niet vaak. Wel bij competitive games zoals Call of Duty en zo heb je een performance 120 fps mode. Nou ja, als het 120 hertz is, is het ook 120 fps. Het is niet dat hij naar 120 hertz refresht en dat je alsnog 60 fps speelt. Tenminste, dat mag ik hopen. Dat zou echt helemaal kut zijn. Dan dupliceren ze de frames op je refresh rate of zo. Oh, oké. Okay. Dus het kan eigenlijk niet eens 120 hertz halen. En dan wil de fps alsnog soms wel eens een beetje droppen en gek doen. Ja, dat is wel helemaal kut. Dat heeft hij haalt soms al niet eens de 60 fps bij sommige games meer, de PlayStation 5. Wat moeten we doen in de toekomst? Nou, er komt een pro variant natuurlijk. Ja, nee, de PlayStation 5 die gaat binnenkort met AAA games. Van die echt grote nieuwe games, zeg maar. Dan bestaat een kans dat het alsnog geoptimaliseerd wordt, maar dat je niet per se grafische vooruitgang ziet de komende jaren en dat het 60 fps performance modes heeft. Maar gemiddeld zal het ook weer vaak naar de 30 fps gaan. Ik las het letterlijk deze week ook nog, dat er een aantal games zal beginnen die puur 30 fps only zijn. Omdat dan zeg maar, ja, de technologie gaat vooruit natuurlijk, maar dat ding dat komt alweer uit 2020 en zo. Dus je gaat dan weer binnenkort ga je weer games op een bepaalde kwaliteit zien waar ze eigenlijk puur alleen de 30 fps aan kunnen tikken. Omdat anders hij niet kan runnen op een bepaalde kwaliteit. En ja, dan heb je mogelijk wel weer, wanneer bijvoorbeeld een PlayStation 5 Pro komt of zo, dat dan die wel weer een performance mode heeft. Dat had de PlayStation 4 Pro ook, dat sommige games op 30 fps gerund werden. En dat je dan zeg maar, maar als je op een PlayStation Pro speelde, dan had je ook een 60 fps functie, omdat je net wat extra juice had. Een beetje zoals een computer, maar dan simpeler, maar ook weer weirder en zo. Van ja, als ik dit apparaat heb, dan runt die zo. En dan runnen de textures op die kwaliteit en zo. Dus dat is allemaal een beetje frustrerend. Maar ja, de PlayStations die beginnen nu al een beetje achter te lopen, de Xboxen. Dus dat ga je alleen maar meer en meer en meer last van krijgen. Eerste jaren is altijd het vet, maar ja, dan ben je early adopter, is ook alles het duur. En daarna loopt PC gaming in ieder geval heel erg voor natuurlijk qua de specs en technologie. Oh. Ik was 144 hertz scherm bij PC gamen gewend. Oh ja, maar dat is wel een klein beetje anders hoor. Soms kan een 60 fps game of een 30 fps game op een PlayStation alsnog best lekker eruit zien. Dat komt omdat de frame timing dan perfect is en dan kan het er alsnog best vloeiend uitzien. Dat werkt wel net anders op een console. Waar bijvoorbeeld op je PC soms dan 60 fps op 60 hertz scherm zoals vroeger echt helemaal bagger als een diavoorstelling uitziet. Omdat je gewoon niet meer terug kan. Maar ja. Een console is allemaal duurder. Je moet uiteindelijk meer betalen. Je moet ook meer betalen voor de servicen. Maar het is wel makkelijker
instap, opstap en beweging. Oh, Del Piero. Even gebruik maken van zijn Marseille turn. Oei, joh. Costa Curta. Amazing endgame player. In ieder geval at the moment. Zou je makkelijk heel veel mee kunnen verslaan. En je krijgt hem gewoon gratis. Als je maar een penalty neemt elke dag. Kan je het ook streamen naar tv via Steam of zo? Want ik heb een laptop. Streamen zou, raad ik persoonlijk niet aan. Gewoon omdat er wat latency komt. Maar ja, je kan ook gewoon een HDMI-kabel naar je tv trekken. Als je nog een beetje een goede laptop hebt. Oh, hij redt hem en tegen de lat. Ik weet niet of je met een controller wil spelen of zo. Anders dan... Zet je de laptop neer en dan gewoon naar de televisie als tweede monitor. En dan op je tv gewoon de game opstarten. Controlletje en klaar. Dan kan je ook best veel met zo'n RTX 3070 laptop. Nou is dat niet de kracht van een computer RTX 3070. Want dat is dus ook nog een verschil. Een RTX 3070 in een laptop is compleet anders dan een RTX 3070 in een PC. Dus als je het hebt over een RTX 3070 of iemand anders heeft het over dat hij een RTX 3070 in zijn PC hebt. Dat is bij lange na niet hetzelfde. De laptop variant is best wel een stuk zwakker. En ja. Nou ja, de PlayStation 5 wordt dus vaak vergeleken met qua grafische kracht met een RTX 3070. Dus dat is best wel grappig dat je dat zegt. Alleen dus niet met een RTX 3070 laptop kwaliteit. Dus ik zou zeggen, technisch gezien zit je laptop net iets onder een PlayStation 5. Maar echt net. Want ja, wat is de desktop equivalent van een RTX 3070? Dat weet ik niet. Zo, Del Piero weer. RTX 3070 laptop GPU equivalent, desktop equivalent. Oh, de RTX 3070 115 watt plus 15 watt. Ik weet niet of dat hem specifiek is wat je in je ding hebt. Is zoals een RTX 2080 desktop. Dat is wel goed. Ja, dan zit je eigenlijk een beetje op dezelfde power als een PlayStation 5 technisch gezien. Als je natuurlijk hem niet in eco-modus draait op de batterijen laptop, want dan zal die nog underclocken. Maar qua pure kracht zou het wel ongeveer hetzelfde zijn. Tussen een 2080 en een 3060 Ti wat betreft een echte computerkast, zeg maar. Dat is wat die 3070 mobile aan kan. Ik heb 3070 Ti als graphic card, zegt FN Rockboy. Ja, dan heb jij een sterkere computer dan een PlayStation 5. Als de rest ook natuurlijk een beetje goed is. Maar volgens mij je CPU zou achterlopen versus een PlayStation 5, toch? Je had nog een best oude CPU. Ook wel in de kliko dus. Ga je laptop in de kliko gooien? Dat is een fantastische laptop. Daar zullen heel veel mensen jaloers op zijn. Op die laptop. Dat is dikke prima nog. Maar het is niet zo high quality als dat je mogelijk denkt. Dat is ook wel heel... hoe zeg je? Het is niet scammerig, maar een beetje gek. Want het wordt gewoon gepromoot met... Ha, laptop met een RTX 3070 erin. Maar dat is heel anders.
Oh ja, tuurlijk. Jij hebt een Ryzen 5 5600X. Ja, dan denk ik qua CPU dat je iets minder hebt. Qua GPU heb je iets beter dan de equivalent in een PlayStation 5 op dit moment. Eigenlijk zit je aan dezelfde power ongeveer. Zou je Days Gone op 60 fps kunnen runnen, Steady? Hangt vanaf welke resolutie natuurlijk, maar ik denk dat inderdaad makkelijk op 60 fps Days Gone kan runnen. Je zou het zelfs kunnen zoeken. Ik weet natuurlijk niet wat voor CPU er in je laptop zit, maar ik raad je aan om dan een keer te gaan zoeken. Ik wil ook wel voor je zoeken live op stream. Maar als je bijvoorbeeld een RTX 3070 mobile en dan Days Gone, het is een best oudere game, hè? Dan zie je hier bijvoorbeeld op een Legion 5, dat is dus een laptop. Dit is een laptop met 16 GB RAM. Met een RTX 3070 videokaart dus. Een RTX 3070M eigenlijk, want het is de mobiele variant. Met een Ryzen 7 5800H. Nou ja, en hij speelt Days Gone op wat? Dat kunnen we hier zien. Hij speelt op 1080p 144 Hz. Dus het is wel 1080p Full HD. Hij speelt wel alles op very high en hij raakt de 100 fps aan. Dus dan heeft hij wel een heel mooi 144 hertz schermpje in zijn laptop. En 100 fps op een 144 hertz scherm, dat is dikke prima. Ja hoor, dikke prima. Er staat 104, 105, 106 fps. Nou, zo heb je mogelijk als je een beetje... Als je een beetje door kan berekenen wat je CPU zelf is en hoeveel gigabyte RAM je hebt, heb je een beetje een baseline van, oh, dus dat is hoe het eruit zou zien. En dat is wat hij aan kan. Ja, dat zegt mij niet heel veel, Rijntje. Leopard, MSI en dergelijke. Dat zegt mij niet heel veel. Maar als de CPU een beetje dezelfde generatie is en niet te oud is, dan zit je dus altijd wel... In ieder geval Full HD zou je hem op very high graphics kunnen zetten. En dan zit je rond de 100 fps in die game. Op PC. Want hij is op Steam te koop. Ja, precies, snap ik, FN Rockboy. Ik heb dus de 5600 nu in die streaming PC. Omdat ik heb de CPU daar niet nodig. Maar ja, ik snap dat het gevoel van tijdelijkheid er is. Alleen... Ik vind het wel heel fijn. Ik heb dus de 5900 in mijn gaming PC nog steeds van die generatie. Maar ja, die socket dus, hè, die upgrade naar de volgende generatie. Dat moet dan een keer gaan gebeuren. Alleen wat dan wel mooi is, is dat zou ik die 5600 weer kunnen verkopen voor iemand anders. En dan kan ik die 5900 in de streaming PC doen alsnog. Dan heb ik gewoon een iets sterkere CPU in de streaming PC van dat moederbord en dergelijke. En dan gewoon de game per se volledig upgrade. Dus zit wel op een tactische plek daarmee. Maar inderdaad, de CPU... Een 6500X werkt ook gewoon dik prima in game. Robin heeft dus geprobeerd... Ik heb zelf de finals geprobeerd te runnen op de streaming PC dus. En zelfs dat soort wat meer budget CPU's. Joh, meer dan prima. Met een beetje goede videokaart ernaast. Gaat als een tierenlier nog steeds, hoor. Zelfs deze laatste generatie, aangezien je nu allemaal nieuwe generatie computer shit hebt en zo. Met DDR5 geheugen en PCI Express 5 videokaarten binnenkort nog meer en meer en meer. En al die nieuwe sockets. En dan zou ik er dus een PlayStation 5 controller bij kunnen halen en een HDMI-kabel en een potje bier. Precies! Precies! Lekker controller aansluiten aan de laptop en HDMI-kabeltje erin naar een ander scherm als je een groter scherm wil. En gamen maar. Soms moet je het doen met de dingen die je hebt. En als je op die manier dan kan genieten zonder ander gezeik. Ah, lovely, toch? Zo. Del Piero is wel accuraat, maar... Soms. Hij komt wel perfect terug als een soort pinballmachine.
En gelukkig stream ik niet, zeg even in Rockboy. Nee, nou ja, inderdaad. Het ging dus helemaal fout op dinsdag met Palworld, met Robin en mij. We kregen encoding overloads. En toen viel de Twitch streamer. En dan zeggen ze basically dat die encoders op de videokaart al kracht weghalen. Dus dat een dual streaming setup geen nut heeft. Omdat het überhaupt al alle kracht van je PC opneemt, zeg maar, van het encoden. Ja, yeah, I can tell you. Je videokaart is toch nog altijd meer bezig. En als een 3D-game ook nog erbij runt, dan heeft hij daar knijt te veel moeite mee. Dan zie je dat je een stuk minder headroom hebt. En dat is precies de reden waarom ik het apart wou. Gewoon één station voor creating. Ik heb een speciale computer voor het opnemen, voor het livestreamen overal naartoe. Voor alles waar dat mee te maken heb. En ik wil gewoon de rest van mijn apparatuur wil ik gewoon van genieten. Net zo goed als ik ervan geniet zonder te livestreamen. Want als je... Ik heb dus gehad dat ik nog livestreamde op mijn CPU, die dus oververhit raakte. En dan hebben we het echt over 10 jaar geleden. En dat je dan elke keer genoeg headroom hebt wanneer je dan gewoon aan het gamen bent in je vrije tijd. Even een spelletje aan het spelen, even genieten. En op het moment dat de livestream aangezet werd, was het van, nou, en nu gaan we livestreamen op freaking 20 fps in plaats van 100. Het viel helemaal uit elkaar, mijn computer. En dat deed ik dan maar. Nou ja, dan maar de game. Dan maar wat minder genieten van de game. Omdat ik puur aan het content creëren was voor de view, zeg maar. En ja, op een gegeven moment na mijn burn-out in 2013, 2020, dacht ik, ja, nooit meer. Nooit meer. En we moeten een manier vinden om gewoon te kunnen blijven genieten. En gewoon op volle kracht door te kunnen gamen. Ook op een PC. Niet alleen op een console, want console verliest natuurlijk geen kracht, omdat je dat überhaupt moet capturen met een capture card. En met een aparte computer. Dan hebben mensen de console- en computer combinatie en zo. Daar staan. Dat je een PlayStation 5 hebt, capture card eraan, laptopie ernaast of een PC ernaast. En dan is dat je hub om op te livestreamen. Dan wordt de PC puur gebruikt om op te livestreamen. En wordt de console gebruikt als gaming station. Nou, hij gaat weer weg. Hoppakee. Weer iemand die weggaat. Dus ja, veel geleerd. Veel expertise geleerd in al die jaren, hoor. Poh. Allemaal zo technisch, zo gek. But we keep on learning. We keep on learning. Dat is met alles zo wat je doet. Elk gebeuren wat je onderneemt. Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik dacht dat ik in de wissel zat, maar we moeten nog... Voor skill trainers. Nog één keer met het Italiaanse elftal. Wat is de beste videokaart voor gamen? Die op dit moment uit is? Poeh. Ik denk als je een limited geld had. Wat ik in ieder geval niet heb. Want ik zit op het lijntje. Ik hoop €200 in een maand bij elkaar te kunnen sparen. Hiero met livestream support. Maar dat zie jij niet. Dat zie je alleen op Twitch en YouTube. Ik heb er eigenlijk nooit naar gezocht daardoor. Maar ik denk op dit moment nog steeds een NVIDIA 4090 Ti. NVIDIA heeft namelijk nog wat betere snufjes dan AMD. Je kan ook een AMD videokaart halen. Maar de RTX 4090 Ti is op dit moment het allersnelste. En ze komen wel dit jaar ook met de 5000 series. Dus dan aan het einde van dit jaar dan loopt het alweer in de 5090 en zo. 5090 komt vaak dan als eerste. Dan ben je wel iets van €1.500 tot €2.000 kwijt voor de videokaart. Maar dan heb je echt zo'n overkill. Dan kan je wel met een 360 Hz monitor kan je wel gaan kopen. Kan je alles 360 fps runnen. Ja, dat is wel echt een droom. Dat is wel echt een droom. Als ik een miljoen zou winnen, dan is dat eigenlijk letterlijk mijn enige droom. Dat is echt heel gek. Soms vragen mensen wel eens van, wat zou je doen als je de loterij wint of zo, weet je wel? Waar gaat dat geld dan naartoe? Dan zou het geld letterlijk aan gewoon levensonderhoud, zodat je daar nooit over hoeft na te denken verder meer, voor mij. En letterlijk gewoon de goede computeronderdelen altijd bijhouden, zodat ik altijd kwalitatief mijn creativiteit kan uiten. Dat is letterlijk dan mijn droom.
Ja, sommigen hebben hele grote dromen of dikke auto's of wat dan ook. Mijn droom is dat. Zo droog. Dat is ook wel weer heel droog at the same time. Die Leao gaan we wel even in de plaats doen voor Lautaro. Leao, Lautaro. Alles op zijn hoog zetten in virtual reality kan je dan ook. Ja, ja precies. Als je een VR-headset hebt en je wil VR-games spelen dan op een computer. Daar heb je dan bijvoorbeeld nooit genoeg kracht. In de zin van, je wil altijd weer wat extra kracht. De performance die loopt altijd wel weer wat tegen. En je VR-bril kan tegenwoordig naar 144 hertz en zo. En dat is super vloeiend in virtual reality. En dat moet helemaal een 3D-wereld renderen. En dan runt die weer net niet lekker, waardoor die frames moet namaken en zo. Maar dan zie je dat gestotter. En dan denk je, oh, nog een upgrade aan de computer. En ja, sommige mensen hebben dat wel heel erg. Dat ze dan nooit genoeg power hebben op dit moment. Die AMD-kaarten worden snel warm, toch? Nou, daar heb ik niet veel van gehoord. AMD is gewoon wel veel betere waarde voor je geld, is wat ik heb gehoord. Maar, ja, de meer power komt eruit. Je hebt alleen niet al die mooie snufjes wat meer. Ik vind dat Nvidia heel goed bezig is. Ten eerste, Nvidia heeft ook een heleboel creator tools in een videokaart. Je hebt heel veel dingen die je met een RTX videokaart kan wat voor creators is. Daar betaal je eigenlijk technisch misschien ook extra voor. En niet iedereen is een creator. Dus dat is wel een beetje een hit or miss van ja, waarom zit dat in de prijs? Maar als je kijkt naar de Nvidia support van games ten opzichte van AMD, dan durf ik wel te zeggen dat Nvidia daar net even wat meer support heeft. AMD heeft natuurlijk ook een upscaler met FSR. Want dat is natuurlijk ook een ding. Dat tegenwoordig we heel veel games niet meer renderen op de renderresolutie. Maar een beetje door een foefje laten upscalen. Dat het weer net zo scherp is. Dus dat je iets op 4K runt. Maar je runt het eigenlijk niet op 4K. Want het wordt gerenderd in 1080p. En dan wordt het daarna upscaled. Door eigenlijk artificiële intelligentie, door AI in 4K. Dat noemen ze FSR bij Nvidia en dat noemen ze DLSS bij Nvidia. Nou, to be honest, als ik kijk naar DLSS, dat heeft voor mij altijd wat beter gerund dan FSR. Ook al is FSR 3 heel cool, want FSR 3 is universeel inzetbaar voor alle games. Jezus, Del Piero, jongen. Is wel echt de man of the match in deze Italië Cup. Gewoon in al de wedstrijden. En je mist dus gewoon dat soort slimmigheidjes mis je eigenlijk. Maar als je puur kijkt naar de specificatiesheet van hoe krachtig is het ene ding, hoe krachtig is het andere ding, dan is AMD vaak een stuk krachtiger op papier voor de prijs die je betaalt. Damn, ik dacht dat ik had gescoord. Dus ik paasde per ongeluk. Tegen zo. Helemaal inke. Helemaal zo'n back. Punk. Ja, Nvidia heeft inderdaad ook voor de launch weer nieuwe drivers. En AMD is toch iets finickier met de drivers. En de drivers moeten geüpdate blijven worden natuurlijk. En dat doet AMD ook wel hoor. Tegenwoordig ook weer wat meer. Maar nog altijd niet op dat niveau van Nvidia. Nvidia zit strak op hun apparatuur. Hun support voelt, ja, noem het support, dat voelt toch altijd net iets beter. Net iets compleet. Oh, maar je hebt ook niet zulke monsteronderdelen per se nodig, omdat het ongeoptimaliseerd is, hoor. Sommige games zijn wel ongeoptimaliseerd. Maar ja, we willen gewoon veel meer FPS dan de optimalisatie op een PlayStation 5 dan. Een PC Master Race gebruik. Ik bedoel, op de PlayStation 5 dan is hun target gewoon 30 FPS. Of 60 FPS. The Last of Us 2, de remaster. Is performance mode ook volgens mij target 60? En dan is volgens mij quality is al 30 FPS weer. Weet ik niet zeker hoor, to be honest. Maar ik heb wel zo'n hele video gezien, maar ik ben het even kwijt. En ja, dan staan, zeg maar, als je dan een PC-variant zou hebben van The Last of Us Part 2,
dan zouden alle graphic settings, die zouden nog niet op zijn hoogst staan. Dus als je zeg maar op PC dingen op ultra kan zetten en jij kan echt al die settings op zijn allerhoogst zetten, dat is ook niet wat ze doen op de PlayStation. Het wordt alleen voor jou al helemaal geoptimaliseerd qua settings. Het is dan waarschijnlijk op quality mode, zeg maar, op een PlayStation is het wel allemaal op high en zo. Maar nog genoeg settings die hoger zouden kunnen als ze zo'n debug scherm hebben, zeg maar. En dat zie je op PC vaak, dat je dan die extra settings voor nog die extra details, dat je die dan nog aan kan zetten. Kan je heel vaak ook zien bij Digital Foundry. Dat dan nog net even wat meer geeft. Alleen ja, dat kost heel veel performance, sommige dingen. Of sommige technieken. En maar als jij op een leuk PC'tje die helemaal niet superveel kost, als jij gewoon een spelletje speelt en jij optimaliseert die settings eigenlijk gewoon zoals dat, maar dan zelf, dan heb je dezelfde performance er gewoon uit als op een PlayStation bijvoorbeeld. Omdat het dat heeft niet per se dan te maken met de optimalisatie van de game. Nou moet ik wel zeggen, sommige games worden wel verschrikkelijk geoptimaliseerd, maar ik vind het ook wel weer meevallen tegenwoordig. En de reden waarom het meevalt tegenwoordig is omdat de PlayStation en de Xbox van deze generatie ten opzichte van een PlayStation 4 beetje, want het is nu nog meer dat geworden, maar vooral ten opzichte van een PlayStation 3. Het is gewoon een PC eigenlijk, wat je koopt. Het is alleen het zijn PC-onderdelen wat meer. De architectuur van het apparaat is eigenlijk gewoon als een computer. Waardoor het dus een stuk makkelijker is om het ook naar PC te brengen, games. Jezus Christus, wat een long range. En met een PlayStation 3. Een PlayStation 3 was een compleet andere systeem. Een compleet andere computerchip dan wat we ooit zagen in de PC-wereld. Dus dan moeten die developers die game helemaal optimaliseren voor een of andere gekke computerchip die op een bepaalde manier werkt, niet zoals je gemiddelde computer, PC, werkt. En dan moet je daarna nog naar PC gaan porten, terwijl je het net allemaal compleet hebt ingesteld. Van ja, hij moet hier gebruik van maken. Deze PlayStation 3 heeft een soort superchip en dat is weer connected met het geheugen en die maakt gebruik daarvan. Dus als we daar in die header dat kunnen doen, dan dat. Ja, nou ja, en dan op PC werkt het compleet anders. En daarom kreeg je heel weinig games ook op de PC op een gegeven moment. In 2010, 2009 was het op een gegeven moment echt een drama. En kwam het op de PC, werd het op de PC gepoort, dan was het echt zo'n port dat je denkt, waarom is de performance zo slecht, zo laggy? Niet normaal was dat. Maar eigenlijk hebben ze het gewoon simpeler gemaakt. De PlayStation 4 is eigenlijk gewoon een AMD x64 architectuur. Nou, x64, dat draai je ook op een moderne computer gewoon. En het is gewoon dezelfde type computer. Ja. Gewoon dezelfde type computer. En ze bouwen het dus voor de consoles. Nou, voor PC is het ook makkelijk. Wie weet beginnen ze tegenwoordig ook vaak gewoon op de PC. Bouwen ze het PC-stijl en dan valt het juist heel makkelijk over te porten naar console. En daarom zie je nu op PC eigenlijk basically elke game ook gewoon uitkomen. Omdat het nu gewoon één pot nat is. Alleen is op de PlayStation 5 mag Sony beslissen hoeveel iets gaat kosten en wat je op zo'n apparaat mag doen. In plaats van dat je open Windows hebt of Mac of Linux of wat dan ook, dan is het gewoon helemaal afgesloten. En wordt dat gereguleerd, ja. En worden games preset gemaakt op altijd dezelfde computer. En daarom is het eigenlijk best wel goed geoptimaliseerd, heel veel games. Je ziet wel eens op YouTube van die mensen die een €500 PC kopen. Wel met een beetje gesjoemel ook van tweedehands en zo. En die dan krachtiger maken dan een PlayStation 5. En dan precies de settings overnemen van hoe die op de PlayStation 5 zou draaien. En dan kijken of die op de PC ook zo draait. En vrijwel altijd is het dan bijna precies dezelfde performance die het dan heeft. Dat het dan precies dezelfde 60 fps lock heeft. Met precies dezelfde graphics settings. Terwijl je hem gewoon op een Windows computer draait. Maar je hebt wel een beetje dezelfde specificaties als een PlayStation 5 gemaakt. Met een €500 computer. Ja.
dat soort challenges, dat is wel leuk. Omdat je dan kan zien van hoeveel zit daar in die €500 of €550 van een PlayStation 5. Want dat is de officiële productprijs tegenwoordig. Dus dat is wel heel interessant. Ik vind dat überhaupt altijd wel interessant hoe die markt helemaal werkt. Maar op dit moment moeten ze de PlayStation 5 maar even de Pro gaan releasen. Ik denk eind dit jaar. Ik denk dat eind dit jaar wel een PlayStation 5 Pro komt. Omdat ook de consoles moeten wel mee. De consoles moeten wel mee. Want die lopen ook alweer bijna achter, joh. Ik ben meer van PC-onderdelen dan PC zelf, zegt FN Rockboy. Dat is grappig. Hallo Jur, hoe gaat het met jou, man? How are you doing? Alles goed? Weer 3 sterren, maar... Waarom alleen maar 3 bar? 3 bar. Kom op, man. Say no to 3 bar connections. Goed om te horen dat alles goed gaat, Nick. Na 1,5 uur. Weer 3 balkjes. Gaan we dit echt accepteren, die 3 balkjes? Is het voor altijd nu 3 balkjes voor mij? Dat zou echt balen zijn. Ik wou nu weer even Neymar laten testen. Ben ik nog wel live? Ik ben live. For some reason doet de chat helemaal raar ook inladen op Twitch zelf. Ongelooflijk. Je weet wel, met die special edition videokaarten, die zijn best wel cool. Ja, maar zou je daar ooit voor gaan? Of, kijk, mij maakt het echt niet uit hoe een PC-onderdeel eruit ziet. Maar zou je ervoor gaan als je €300 meer moet kopen en het is een soort... Jeetje, mina, alles is 5 sterren of 3. Nou ja, doe maar 3 bak dan. Fuck it. Zou je er €200 meer voor betalen als het een dikke Gundam videokaart was? Oh, ja, nou, je hebt het ook over Gundam. Nee, dat niet. Wel leuk om te zien. Ja, ik ook niet. Ik zou dat zo zonde vinden van je geld, joh. Ik zou dat echt zonde vinden van je geld. Het, zeg maar, de looks. Sommige mensen die houden ervan om dan helemaal een computer in elkaar te bouwen en dat dan door de kabels RGB moet gaan en zo. En ik snap het ook als je het kan, hoor. Ik snap als je het kan dat je dan mogelijk doet. Maar ik zou dat nooit in mijn leven kunnen doen. Ik zou nooit denken, ja... Hier heb je RAM-geheugen met die snelheid en die prijs. En dan voor €50 meer heb je dat RAM-geheugen, maar dan is de bovenkant die doet regenbooglicht. Nee, zelfs €20 extra zou ik dat niet per se dan denken. Nou, dan doe ik die van €20 meer. Zo ben ik gewoon niet gemaakt. Ik zou daar nooit voor de looks kiezen. Ik zou altijd dan gewoon kiezen van, nou ja, diegene zonder al die fluff, die is goedkoper. En die werkt dus even goed. Al dan niet beter. Waarom gaan we nog tientallen tientjes meer betalen voor een freaking skin om je videokaart of zo? Ja, maar hij is wel rood en hij heeft vleugels. Nou ja, als het maar werkt. Ja, we moeten niet gek gaan doen. We moeten hier niet gek gaan doen. Oké, de Neymar tryout. Let's do this. We gaan verder met de Neymar tryout. Oh, dat is Messi. Als het maar hetzelfde performance heeft. Ja, ik ook, hoor. Ik ben altijd meer van... Yo, zeg je dat? Ik ben even de term kwijt. Praktischheid. Meer van hoe praktisch het is dan hoe mooi het is. Oeh, even lichtjes. Oeh. Nee, gewoon, ja, snel. Nou ja, ik heb mijn doelen behaald. Ik heb nu zo'n snelle computer. Maar ja, je kan het zo gek maken als je wil. Kut, ik had gewoon normaal moeten schieten. Zo. Zag je die sideswipe? Waarom heb ik niet Brazilië? Oeh. Ai, 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 ai.
Dankjewel Tryhard voor het liken van de live op TikTok. En FN Rockboy zegt, weet je wat je wel kan doen? Gundam figuurtje erin proppen. Ja, dat zie ik ook wel eens. Dat mensen in hun kast gewoon figuurtjes erin proppen. Daar ben ik ook persoonlijk niet van hoor. Maar ja, als je heel veel van dat soort figuurtjes spaart en zo. Een beetje zoals ik dat hier in de voetbalgame doe. Doen sommige mensen met dingen fysiek. En je wil een freaking Pikachu in de hoek van je kast. Ach ja, waarom niet? Och, jezus. Bleh. Wat een slechte passing. Dat hadden wij gewoon moeten hebben. Weer zo'n slechte passing. Dat was zo jammer van mijn foot pacing. Oh, de guy heeft ook echt de Nielsen er. Zo jammer dat het zo laggy is, hè? Oh, zie je dat? Holy shit. Maar ja, ik heb het geaccepteerd, want ik kon niet meer wachten. Ik had geen zin om niks te doen met mijn hand. Wow! Oké, ja, hij heeft wel... de plug. Yo, what up, RD? What up, what up, what up? How you doing? Laten we Neymar proberen. Zullen we nog een keer onder de muur? Ah. Oh. Hij ging weg, zag je dat? Hij deed de keeper weg. Maar omdat hij de keeper met de keeper bezig was, deed hij muurtje niet. Ja, dan wordt het een probleem. Oh! Hij kreeg extra effect door die voet. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Oeh. Een beetje druk. Hij speelt ook defensive. Ja, dat was jammer. Kan niet helemaal lekker verdedigen daardoor. Zie je hoe lang het duurt voordat ik op een goede plek sta? Ik kan gewoon niet goed bewegen. Freaking 3-bar. De lag die lag. What the fuck is dit? Ja. Easy. Gewoon lag. Ik kan hem niet volgen door de lag, jongen. Dat is zo freaking frustrerend. Maar ik hoopte dat de 3-bar voor mij gewoon oké was. Het was een gamble. We gambled. Normaal nooit accepteren. Maar hoe die daar dus beweegt, dat zou normaal niet moeten lukken. Of dat zou gewoon niet moeten lukken. Alles is zo delayed. Laten we om de delay willen. Zo! What the heck? Iemand gaat hier dood, die Neymar, jongen. Zelfs met delay is hij de enige goede dribbelaar.
Hij was de enige dribbelaar die het een beetje leuk deed. The one and only dribbler. Maar Cafu, die ging er wel heel wild overheen. Het is heel irritant, deze lag. Nee! Nee! Boom. Jij zou een Gundam figuur in een vitrinekastje stoppen. Ja, precies. Zou het dan nog altijd gewoon netjes ergens neerzetten. Sommige zijn zo lelijk, sommige computerkasten, als ze allemaal van die poppetjes erin doen. Sommige vind ik dan nog wel humoristisch. Maar het is vooral heel lelijk. Tjonge jonge, Neymar. Die Neymar is echt een beetje te goed. Maar dit was echt geen leuke eerste helft. Ieder zijn eigen ding natuurlijk. En sommige mensen hun mooi is bij andere mensen weer lelijk. Sommige mensen vinden dingen heel mooi. En dat is dan bij iemand anders weer heel erg freaking ugly. That's how it works. En dat is ook helemaal niet erg. Dacht ik zo. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, vind ik. We hebben ook Kante mee. Box-to-box Kante. Wij hebben ook een Pirlo mee. Een hele goede Pirlo dit. Lijkt me ook nog wel leuk om op de plaats van Frenkie de Jong te stoppen uiteindelijk. Misschien dat we dat wel even doen. Het wordt wel heel erg weinig fysiek dan in het midden hier ook. Maar lijkt me wel even leuk om te doen. Het lijkt toch. Dus iemand met veel controle en veel reactievermogen. Dat zou misschien wel een flinke boost kunnen geven. Jakkes. Deze man die dribbelt hem met de Nielsen. Die moeten we ook nog gaan proberen. De Nesta die deed helemaal wobbly, zag je dat? Ik wou er niet naartoe. Hij dubbeltapte. Door de delay. Jezus, deze Neymar, jongen. Wow, jezus. Het is moeilijk om het tegen te houden. Echt heel moeilijk. Neymar goed. Neymar heel goed. Maar dan niet degene die je gratis in je inbox kreeg. Dit is wel echt een next level powerhouse, deze Neymar. Zo! Ja, daar was hij weer. Hij houdt ook gewoon die spelers achter zich. Omdat hij zo ongelooflijk snel is en zo goed in dribbelen. En dat in een lagwedstrijd. Kan alsnog met een beetje wikken en wegen zo nu en dan een plekje vinden. Pirlo naar Romario. Hoopte ik dat het even wat leuker zou gaan, maar dat doet het niet. Wow, dat was een hele slechte pass. Maar ik moet ook nog one-touch pass aan Romario geven.
Dank u. Hij heeft zoveel op defensive gedaan. Dat is niet normaal. Oeh. Kut. Hij doet de hele tijd de verkeerde move. Haha. Hij deed buitenspel val. Hij wil ook nog eens buitenspel val doen. Dankjewel, Souls of X. I appreciate you. Ja, discloosheid is wel kut hoor voor consoles, ook even in Rockboy. Überhaupt is digitalisering van producten heel kut. Ik zag dat ze deze week Spec Ops The Line, dat die van Steam afgaat. Omdat er een bepaald liedje, bepaalde muziek in die game is afgelopen met de licentie. Hoezo hebben ze geen licentie voor het leven? Hoezo hebben ze geen licentie voor het leven voor die game? Like, what the heck, man? Je hebt toch wel een licentie voor het leven voor die game? Nou ja. Blijkbaar niet. Ja, ik wil Neymar eigenlijk helemaal niet weghalen daar. Hij is zo lekker bezig in het midden. Del Piero kan wel in de spits ook natuurlijk. Romario ben ik niet van overtuigd trouwens. Hij is lachen, maar oh ja. Nou ja, ja. Je kan er heel krachtig mee spelen hoor, daar niet van. Maar het is net niet, denk ik, qua next level. Del Piero is in dat opzicht leuker in bepaalde plekjes waar je Del Piero kan gebruiken. Zo, what the fuck, zie je dat nou? Holy moly, dat leek net een plakpuzzel. Wat is een plakpuzzel? Geen idee. Nu probeerde hij het met Neymar, maar ik kan je zeggen, jouw Neymar gaat er niet zo goed uitkomen als die van mij. Zelfs niet met een lagverdediging, want wat daar gebeurde, dat had easy intercept moeten worden. Jezus, mina. Ja, mensen moeten het accepteren, had inderdaad die Ubisoft-gast gezegd. Dat mensen moeten accepteren dat het op die manier gaat ook met subscripties binnenkort. Dat je dan zeg maar bijna zoals je Netflix, Disney Plus en Prime Video gewoon een lijst hebt met... Ja, daar ben ik op gesubscribed, dus dan kan ik nu die game spelen. Dat de game-subscriptie is een beetje zoals een tv. En dat je gewoon moet wennen aan het feit dat je gewoon die game niet echt... owned. Oh, ik kon hem daar net niet tegenhouden. Dat was wel heel leuk geweest. Damn. What the fuck? Dat mag? Ach, zie je weer die overshoot? Nee! Ja, nee, die Neymar is belachelijk goed. Sorry, dat is echt belachelijk. Ja, nou ja. Misschien word je dan wel boomer. Want niemand die ownt meer games. Het is gewoon van, ja, je hebt een subscriptie aan...
aan Xbox of Ubisoft Plus. En je mag alle Ubisoft games spelen zolang je betaalt maandelijks. En de game is gewoon niet van jou en de game kan ook weer verdwijnen en zo. Ja. Je weet niet welke richting het opgaat, de industrie. Maar ik hoop niet dat het volledig die richting opgaat, de industrie. Ik hoop het persoonlijk echt niet. Ik zou dat ook heel jammer vinden. Ja. Het is een beetje een gekke plek waar we zitten. Ja, Romario, die heb ik expres 99 attacking awareness gegeven. Hij doet het prima. Hij werkt prima. Alleen ik zou niet per se zeggen dat hij mindbending is. Neymar is wel echt mindbending. Ik heb zelden weer zo eentje gezien. Net zoals deze Messi. Die dan echt van die rare shit kan doen met dribbelen. Wie weet kan ik hem nog wel mixen met een andere Messi. Ik denk dat hij dan nog gekker kan worden. Deze Messi heeft natuurlijk ook heel veel dribbling. Maar minder speed though. Ja, ik heb wel speed nodig. Die heeft weer veel kicking power. Mindbending. Die Salah wil ik eigenlijk alleen daar ook hebben. Alleen ja, ik heb nu dan twee schaduwspitsen. Dus dat is weer een beetje kut. Terrier is wel even leuk om daar te hebben. We zullen even Berghuis vergelijken. Als we hier Berghuis hebben. Deze Steven Berghuis. En wij vergelijken die Berghuis met een 92 centrale middenvelder Berghuis. Wat zien wij dan? Laten we eens even kijken wat wij dan zien. Daar is hij. Dan zien we dat hij nu holplayer is. En toen der tijd, dit was vorig jaar in 2022, 2023, was hij een orchestrator. Hij is een jaar ouder geworden. 32 in plaats van 31. En is een linkspoot nog altijd. Zelfde lengte, zelfde positie zelfs. Behalve dat de oude variant ook ineens DMF komt. We zien attacking awareness eentje minder, maar dat die versie had 4 balcontrol meer. Maar had wel 2 tight possession minder. Hij had 3 low pass meer, maar wel 4 lofted pass minder. Hij had 3 finishing meer, 3 heading meer, 1 set piece taking meer, 2 curve meer. Maar wel 4 speed minder en 4 acceleration minder. Zo, dus deze Berghuis is een stuk sneller geworden. Oh, oké. Hij had wel meer kicking power, meer jumping, meer fysiek. En ook meer stamina, defensive awareness, tackling, agressie. Met wel 7 volledige punten. Ja, maar de holeplayer stijl is wel fijner. Dus ja, het is een beetje een mix. Verder is dit allemaal hetzelfde gebleven. En qua player skills is het niet helemaal hetzelfde gebleven. Die andere had first time shot. Deze heeft geen first time shot erbij, maar heeft wel weighted pass. Oh, en voor hij heeft nu one touch pass through passing. Hij had geen one touch pass, die ander. Die andere had long range shooting. Dat heeft de whole player nu weer niet. Oké, dus dat is wel veranderd. Ook acrobatic finishing had de orchestrator niet. Ah, player skills zijn ook nog best oké. Ja, ik denk als je die eerste Berghuis hebt en je wil Steven Berghuis upgraden, dat deze nieuwe variant nog best oké is. Hij is niet wauw natuurlijk, maar best oké. Goede passing, midden 80 speed, midden 80 dribbling. Ja, je kan er wel wat mee hoor. Als je er zin in hebt, dan kan je er wat mee. Dat klinkt ook raar. Ik ga nog 1 potje doen. Laten we nog een potje doen. Laten we nog een keer kijken of Neymar zijn magie kan fixen. Deze guy was trouwens niet zo hoog level, denk ik. Nee, hij was niet zo hoog level. Maar had wel een goed team. En dan weten we zeker of Neymar Junior of die amazing is.
Alright, even gereageerd op iemand die al heel lang wachtte op een reactie. Maar nu heeft hij een reactie over eFootball Hero. Ga ik liever naar PlayStation 3 en Xbox 360 dagen games spelen? Nou, ik denk dat sommige mensen dan gewoon retro gamer blijven, hoor. Dat denk ik echt. Ik denk dat er genoeg mensen dan retro gamer blijven. Nee, maar Junior is ook nog eens in vorm. My god. Dit is toch echt crazy. Hij kijkt er ook zo heftig bij op zijn foto, of niet? De foto, zeg maar, op de kleine variant en daar linksboven. Hij kijkt zo heftig toen de tijd. Ik vraag me af waar het op gebaseerd is, deze epic. Zeg maar, welk jaar in met Brazilië? Dat is best wel cray-cray. Berghuis kan alleen schaduwspits. Dat is wel kut eigenlijk. Maar hij kan ook CMF. Dus we kunnen hem ook op de plaats van Frenkie doen uiteindelijk. Zo, die heeft heel veel Player of the Weeks. Die heeft wat minder buffed up team. Voor mij is PlayStation 3 en Xbox 360 de piekdagen van het gamen. Ja, same. Maar ik denk dat het te maken heeft met hoe oud je toen was. Waar je toen was in je leven, zeg maar. Dat gedeelte. Ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. En hoe je werd geïntroduceerd aan games. En bijna elke game voelde alsof het wat toevoegde. Ik wou zo groot mogelijke collectie hebben op mijn allereerste PlayStation ook en zo. Maar dan op een gegeven moment dan word je iets pickier. Maar dan heb je heel veel games die je heel cool vindt waar je dan picky om bent. Ah! En dan is er een bepaald punt waar alles echt helemaal samenkomt. Oh, hij mist. Ik heb ook mijn PlayStation 3 nog. Wel onder helemaal weggestopt. Maar ik heb hem wel. Maar not on display. Ongelooflijk hoe snel die Neymar is. Dat is echt niet normaal. Messi, 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 go, 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 goal. Messi had nooit de gouden bal verdiend. Of hoe je dat ook maar noemt. Zo, dat was een flinke volley. Wow, dat deed Messi cool. Oh, Romario. Oh, Romario. Oh, Frenkie. Het loopt even helemaal lagged out en raar. Misschien is het ook mijn kabel, hoor. Dat kan ook. Maar ik merkte het al bij mijn aanval daar. Dat ik niets kon doen qua bewegingen helemaal. Alsof ze in een soort drijfzand / water zit. Dat dus. De hele tijd achter iemand aan. Oei, yo. Zag je hoe die aan mij vast zat? Ah, daar gaan we weer. Dit heb ik nu dus de hele tijd. In mijn eigen aanval achter de man. Volgens mij is dat een beetje die aanpassing die ze willen doen omdat hij een minder team heeft. Dat is wel heel erg lekker, hoor. Kulusevski. Wordt nog moeilijk zo. Het kan nog best pittig worden als elke bal in de verdediging dus zo raar komt. En elke aanvallende bal al helemaal. Nee, grapje, hoor. Maar dat is wel even altijd een beetje zo naar. Dat zijn wel van die nare momenten. Ik moet zeggen, het klinkt misschien raar, maar deze Neymar is ook by far het meest aerodynamisch looking. Ja, de game. Deze gameplay loopt. What the fuck? Dat zou ik niet willen.
Oeh. Deze season update is wel underwhelming, hoor. Hoezo? Wat had je meer verwacht qua content dan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is gewoon altijd... Tenminste, of verwacht je wat anders dan de standaard content? Aangezien dat gewoon inhoudt wat dat seizoen betekent. Zeg maar, zelfs al had je nieuwe game modes of wat dan ook, dan hoorde dat niet onder de season update. Het zijn gewoon van die live service episodes, zeg maar, tijdens een heel jaar. En die hebben allemaal te maken met wat ze release. Ik hoor iedereen vandaag zeggen dat ze zoveel goede nieuwe spelers hebben. Holy moly, jongen. De lag is unreal. Altijd weer, als we dat soort dingen gaan doen. Ik had hem al eerder moeten schieten, maar hij is zo responsive, jongen. Dat is niet normaal. De beste Neymar by far. Zelden zo vloeiend met hem geweest. Daar kan je gewoon mee rennen. Metal Gear Solid 4 is al heel op PlayStation 3 gereleased. Daarover gesproken. Hideo Kojima die komt met een nieuwe... Special Agent Spec Ops game, hè? Oh. Hij gaat een nieuwe maken die zijn hele carrière moet culmineren. Nou, als hij dat wil doen. Dan zal dat vast een soort Metal Gear Solid zijn, maar het moet anders genoeg zijn. En dan heeft hij van alles geleerd, dus dan doet hij natuurlijk alles wat hij geleerd is in één. Lijkt me wel vet, hoor. Lijkt mij wel cool. Oh. Nah. Nu weet ik nog steeds niet wat er zo underwhelming is aan deze season update. Play of the Week is wel shitty. Die is wel shitty. Ja, Frankie doet wel heel veel werk. Maar we gaan gewoon Steven Berghuis in het midden zetten van alles. What the fuck? Ik druk 3 keer op gameplan en hij laat gameplan niet. Dus ik denk echt dat ik soms mijn contact verlies van mijn computer. Oh my god. En dat het niet alleen maar game lag. Steven Berghuis. Oh, 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 oh. Oh, ik wou onderlangs. Daar is hij. Ik wou even kijken, maar hij dubbeltapt niet. Wat een rare plek dat hij elke keer nu glitcht. Hij rent wel snel naar voren, die Romario. Maar dat is dan ook. Oeh. Ik ben nog steeds heel veel aan het uittesten gewoon voorin, hoor. Dat we niet
per se een goal willen scoren. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar komt het eruit, dan komt het eruit. Jezus, daar hoor ik makkelijk tussen te komen, maar... Doet hij niet. Ze lopen ook net een beetje weg. Daar heb ik dus al de hele wedstrijd. Zie je hoeveel moeite Fiera daar heeft en hoe makkelijk er dan doorheen gelopen wordt? Dat is zo frustrerend. Ik wil gewoon even testen Neymar en niet dat we nu dus worden gedowngraded omdat we tegen een wat minder team qua de spelers die die op hebben gezet. Dat kan je makkelijk overkomen hoor. Alleen dit is zo saai. Dat is zo saai trouwens. Daar wil ik helemaal niet overkomen. Ja, holy shit, zag je dat? Zijn verdedigers die kunnen zelfs achterwaarts flikplak op dit moment doen. Psst. Hebben we een knuckleshot speler? Edmilson. Let's knuckle it up. Zwabbe bal! Wah. Jammer. Was wel even leuk geweest. Wou ik niet naartoe. Jeetje, Mina. Het is me wat. Ik moet wel in het midden gaan, Mark. Ik moet gewoon... niet op de man gaan lopen, want het lijkt hem helemaal. Hij doet het helemaal gek. Maar ik ben ook helemaal in een saaie mood nu met deze tegenstander. Ja, laten we een mooise keen. Er staat keen, maar het is mooise keen. Dat heb ik geleerd, want in PES 2009 was er een amazing, maar echt een amazing player of the week. Met hem erin. En die was zo ongelooflijk sterk. Dat, ja. Daar hebben we alles van genoten. Daar is hij. What the fuck, mijn verdediging, jongen. Ik voel het gewoon aan mijn spelers hoe kut die loopt. En hij paast vaak echt recht naar mij toe. En je ziet ook hoe... What the fuck... Die mooiste Ken die loopt gewoon weg van de bal terwijl ik op kruisje druk om naar de bal toe te gaan. Dat is ongelooflijk. Waar die paas ook naartoe gaat. Jongen, man. Zelfs Messi die liep over de bal heen in die dribbel. Dat is zo ongelooflijk stom. Maar ja, in dat soort wedstrijden wil je misschien zelfs nog heftiger Neymars hebben. Maar met deze kan je wel echt op de meta spelen. Zie je hoe hyperactief zijn spelers zijn? Dat is dan dus wanneer ze dat een beetje boosten voor mensen met een minder team. Team strength. Daarom wil je team strength zo laag mogelijk doen. Dan heb je daar zelf ook minder last van. Maar wel zo goed mogelijke spelers. Want team strength wordt puur gebaseerd op overal rating. Zelfs die simpele pass dat hij heel lang wacht, was bijna too much voor onze grote vriend
Bergomi, die ultra snel. Omdat hij helemaal achterlopend lag. Dus je zou eigenlijk alleen maar moeten trackbacken manueel zelf. En niet te veel met je team moeten bemoeien. Maar ja, ik ben dus iemand die verdedigt terwijl ik heel veel bemoei met mijn team. Sergio Busquets is 10 keer sneller dan Neymar ineens geworden. Wow. Ik weet dat Neymar moe is, maar ik heb een fighting spirit zelfs gegeven. En dat snelheidsverschil is nog wel heel hoog. Maar daar is, dan zie je hoe erg er wordt gekloot mee. Rare wedstrijd. Die was saai. De andere die waren leuk. Daar hebben we leuke dingen kunnen doen. Hier moet je hem eigenlijk gewoon uitspelen. En daar had ik geen zin in. Maar dan alsnog hebben we wat doelpunten gescoord. Ja. Dat is mijn final rating over Neymar Junior. De man is ongelooflijk. In ieder geval deze build. Deze build is super duper smooth. En de beste Neymar die we tot nu toe hebben getest. En dat zegt wel wat. Waarom zegt dat wel wat? Omdat we volgens mij best wel veel Neymars hebben. We hebben echt heel veel Neymars. Zo eens even kijken hoeveel. Wij hebben in totaal. Dan moeten we eigenlijk eventjes filteren op nationaliteit Duitsland. Of Duitsland, Brazilië. Ja, Neymar Duitsland. Neymar! Dan moeten we even kijken wat voor skills die heeft. Hij heeft natuurlijk flip-flap, double-touch, sombrero. Maar volgens mij heeft niet elke Neymar dat. Nou ja, we gooien gewoon even wat player skills erbij. Nu hebben we nog een aantal erbij. Dus heeft elke Neymar verder cut behind and turn. En dan heb ik al een aantal Neymars weggehaald natuurlijk. Want je wordt gek gegooid. Dit zijn de Neymars die we hebben. Ik heb nog steeds 2 big time Neymars. Daar kan je met beste mee vergelijken. Maar daar heeft hij een stuk meer haar en is hij een jaar ouder. Ik had er eentje met heel veel speed en acceleration en kicking power. 90 curve en set piece staking. Maar ja, deze voel ik niet. Deze Neymar voel ik een stuk minder dan de nieuwe Neymar die we nu hebben. Gek is dat, hè? Want de snelheid is iets minder. De dribbling is iets minder. Wel betere curve. Meer kicking power ook. Balans wel minder natuurlijk. Low pass minder, maar dan wel lofted pass. Is een beetje gek. Ik weet niet wat het zo is. Ik weet wel dat hier de usage regularly is en de accuracy very high. Maar bij deze is de usage occasionally met de accuracy very high. Terwijl dan zo eentje bijvoorbeeld occasion. Oh, hij heeft dezelfde als deze en deze vind ik ook goed voelen. Zou het dan de weak foot usage zijn die het verschil maakt? Deze heeft ook occasionally en very high trouwens. Dus dat zou niet echt een verschil moeten maken. En toch vind ik dat een beetje een verschil. Maar hier heb ik ook 127 wedstrijden mee gespeeld. Deze is rarely en high. Dat betekent minder weak foot. En hij gebruikt ook minder zijn andere been. Maar ik vind de twee benigheid van deze vind ik wel echt sick. Ja, raar. Dat is wel raar. Maar dus we hebben veel Neymars getest. Deze Creative Playmaker Play of the Week van vorig jaar ook nog. Grappig. We hadden ook een AMF Neymar. Hebben we ook al weggehaald. We hebben al best wel wat Neymars weggehaald. Ja, deze kan ik ook uiteindelijk wel weghalen. Want ik hoef niet meer deze variant te hebben. En ik heb hier 1 van. Ik wil de kaart op zich wel houden. En dat geeft ons weer veel. Het geeft ons wel veel. Alright. Ja. We gaan eventjes nog kijken naar de skill trainer. We hebben namelijk wat skill trainers verdiend. En dan hopen we eigenlijk aerial superiority te krijgen. Dat is echt iets wat ik vaak nodig heb. One touch pass ook. Maar ja, ik heb Neymar nu geen one touch pass gegeven. En zit daar nu helemaal vol. Ik heb hem outside curlen gegeven. Ook al is hij dus wat meer tweebenig. Maar de outside curlen helpt hem nog steeds. Dat maakt hem niet minder. Volgens mij hebben we best wel wat. Ik weet niet hoeveel we het hebben. Maar ik doe nog 2 keer even player skills maken.
Twee keer. Nog één. Boom. En dan hebben we dus heel veel door de cups te verslaan, hebben we heel veel van die skill trainers verdiend. En die wil ik gebruiken om andere spelers beter te maken. Maar ja, mogen we dat ook? That is the question. Are we allowed to do that? Ik heb hier nog een... dit zijn alweer... Oké. Okay. Oh, we hebben er drie. Nou ja, niet vijf, maar drie. Rising shot. Nee, ga meteen weg. Die wil ik op geen enkele speler. Ah, weighted pass ga ik ook weghalen. Ik ben echt nu... Nu ben ik echt op zoek naar hele specifieke skills. Want ik heb nog genoeg rising shots en weighted pass. Long range curler is wel eentje die ik ga houden. Want die is best wel rare. Die is best wel rare. Dus die gaan we wel houden. Alright, long range curler is de enige. Ja... Deze man die heeft long range curler nog nodig. Maar ook andere dingen. Hoeveel long range curlers zou ik dan nu hebben? Voor beter. Eentje. Ja, die is rare dus. Dat is wel nice. We hebben long range curler en that's a rarity. Maar ja, fucking rising shot gebruik ik nog. En daar heb ik er nog twee van. Dus dat hoeft echt niet. Dan heb ik Legend Romario gegeven, rising shot. Ik ga die ook niet legacy transferen, Romario, denk ik. One Touch Pass, daar hebben we ook niks van. Hebben we al op spelers gegeven. Dus het is een beetje een hard time. Is een beetje een hard time, omdat ik heb het gevoel dat er toch gewicht op zit. Ik heb toch het gevoel dat die smiechten de belangrijke skills, zoals Fighting Spirit en zo, en Aerial Superiority, minder geeft. Deze spelers hebben Aerial Superiority. Dat betekent ook basically dat dit de hoeveelheid Aerial Superiority's is die ik heb gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ik heb 11 aerial superiority skills verkregen. Vind ik best weinig. Over al die skill trainers. Ik denk dat ik er echt wel 500 tot 750 tot 1000 heb geopend. Ja, double touch leer ik niet iedereen, maar... Ah, we hebben nog twee double touch. Oké, maar hij heeft al double touch. Dat bedoel ik. Ik heb zelfs die double touch shit. Ik heb zelfs knuckle shots nog. Veel te veel eigenlijk. Ik heb er drie. Maar ja, soms wil ik dat voor knuckle shot. Free kick. Ja, dus dat is even moeilijk. De Nielsen hebben we vandaag even niet uitgeprobeerd. Maar ja, dit is de build in ieder geval. Die wil ik in een leuke formatie doen waar je LMF en RMF hebt. Want hij kan alleen op de flank. En dan gewoon puur gaan met die bena. Want hij gaat waarschijnlijk dus naar 99 speed en 101 acceleration. Dus weer super snel, super veel dribbling. Werd net tegen mijn gebruik, was niet heel effectief. En we hebben deze coole Mateus Cunha. Die kan ook nog wel cool doen. Ik had alleen bepaalde box-to-box Brazilianen heel graag gewild in die box. Maar ja, ik ga niet verder als ik ze alle drie heb. En daar hebben we heel veel geluk mee gehad. Dus dat is fijn. Ook met Del Piero en Efer hebben we al helemaal geluk gehad. Want daar zaten nog niet eens 21 spelers uit. Ik deed nog een 100 coin daarna en daar kwam Lukaku uit na een co-op sessie met Martijn. Ongelooflijk. Alright. Well, dat was dat in ieder geval. Ik hoop dat je weer helemaal up-to-date bent over e-voetbal. Maar er was niet veel up-to-date deze week. De spelers zijn in ieder geval sick. Of in ieder geval, we hebben weer echt een sick nieuwe topper binnen. Die echt next level is. Als je hem natuurlijk kan besturen, anders dan wordt het alsnog moeilijk. En ja, ik hoop dat je ook hebt genoten van een gezellige chatsessie en zo. Ik heb in ieder geval gezellig gesocialiseerd. Hoop dat jullie ook een fijne dag nog hebben. En nog een fijne avond. Want dat was hem voor mij voor vandaag. I appreciate you all. Wat je ook allemaal gaat doen. Slaap lekker zometeen als je gaat slapen. En als je nog deze nacht nog allemaal leuke dingen gaat doen. Dan nog heel erg fijn dingen. 11 jaar lang bij Mercedes Hamilton als deze seizoen voorbij is. En dan is het voorbij. Dan gaat hij naar Ferrari. Wie had dat gedacht? Ferrari. Zijn jeugddroom. Om een Ferrari-rijder te zijn. Komt uit. Het is zo raar om daar nu over na te denken. Nadat inderdaad na 11 jaar dan... Lewis Hamilton alleen maar Silver Arrow. En dan in het rood. Ja, dat zal wel even gek zijn.
Maar wel heel erg cool om zo'n shift te gaan zien. En ben benieuwd wat het allemaal nog met zich meebrengt. Wie gaat er naar Mercedes dan volgend jaar? Het wordt een chaos. Thank you for watching. I appreciate you all voor het kijken en voor het chatten en voor de support. Ook op TikTok. En tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Oh! Oh! Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het doorziet. What the hell? Daar gebeurt er niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah! Wat? Huh? Wat ben ik? Oké! Okay. Ja, Rijmadel! Het is het! Het is het! Oh shit! Nee! Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat opstorten? Lol! Ik heb hem gedown met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Oh! Dat mag ook zijn! Nee! What? What? Nee! Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.